Goedemorgen, het is vandaag de derde dag alleen met de boys. Ik ben niet zo heel leuk ook geworden. Ik ben een beetje teleurgesteld in. Dus ik had ze betrapt op gamen in de ochtend. Dat vind ik echt niet cool. Want ik geef jou allerlei vrijheid en privileges. En als je dat dan misbruikt, dat vind ik echt niet cool. Dan maak je de mama boos. Morgen nog de hele dag. En dan komt Ellen terug. In de avond, donderdagavond. En dan is hij even het weekend thuis. En dan gaat hij maandag alweer weg. Dus vandaar dat ik in mijn vorige vlog zei: 2 weken alleen met de boys. Maar dat is natuurlijk een beetje aangedikt. maar goed, ik was aan het vertellen. Dus ik hoorde vanochtend gamegeluidjes. Om 6 uur was het ongeveer. Toen ben ik heel snel. En toen waren ze lekker. Dacht ik, zit gewoon te Fortnite. En toen voelde me echt een beetje belazerd. Gewoon belazerd door mijn eigen kinderen. Want ik vind het super kinderachtig om altijd die spulletjes maar achter slot en grendel te plaatsen. Dus we halen het in ieder geval altijd al uit hun kamer, leggen het beneden. Maar dan zijn ze dus naar beneden gesneakt vandaag om toch te gamen. Het is ergens wel grappig. Maar het is niet grappig. Oké, nou, ik ga de broodtrommels en ontbijtjes doen. Streven van stil de avond ervoor, maar het is nog geen 1 keer gelukt. Laat pik. Super simpel vandaag, mensen. Veel goud ook. Veel Zara. Hè? Chanel brilletjes, Saint Laurent pronkerij hier ook. Maar gewoon een Zara shirt en een weekday broek. En Axel Arigatos. Ze zijn vies. Ik hou niet van vieze sneakers. Oké, ik ga de boys halen. Sleutel, is wel handig. Hè? Het is vandaag zo waar. Zo waar. Warm. 25 graden, hè? Besef, in september nog. Waar we de hele fucking zomer op hebben gewacht, jongen. De fucking zomer. Nou, ik ga naar school. Ik kan niet zo graag. Oké. Ja. Warm, man. Tering. Misschien moet jij mee naar het strand als jij gaat. En toen zei ze, oké. Stuur maar een voice note. Hallo. Vinden zij, als ze misschien naar het strand ging? En ik vroeg, ik wil eigenlijk mee. Wie? Nou, Lars, ik weet niet of het allemaal klopt, maar dan weet je dat er strandverzoeken zijn. Ik hoor het wel van je. Wat hebben sommige mensen een keertje gezegd al over comments over mij? Dat je schattig bent en grappig bent. Ja, dat ben ik wel. Nu ben je niet meer schattig. Je bent nog wel grappig. Schattig toen je 3 was. Wie? Heb jij wel je gordelon, Kai? Ja. Waarom zie je er dan zo losjes uit gaat zitten? Ik zie Lars aan nog lopen. We gaan hem inhalen. Inhalen, mama! Hoi, Lars! Hoi. Ik heb je net een bericht of een voice note. Lenny heeft het over dat hij met Phyllis over het strand heeft gehad, maar ik weet natuurlijk nooit of hij helemaal verdraaide versie vertelt. Zij heeft het ook de hele tijd over, maar je kan niet, ik kan werken. Ja, en ik ook. Ja, ja, dat gaat niet, hè? Dus nou, niemand gaat met. Nee. Oh, je wist dat misschien nog niet. Ik wil water. Ja, je kan water drinken. Je poeper. Kijk, nog een beetje, Kai. Oh,
iets aan je blik. Dat er iets veranderd is, dat er iemand anders is. Hij vindt het heel leuk hier. Kijk hier, dit is hier gaat hij ontdekken. Dave, wat ga je doen? Heb je afspraak? Dave, waar ga je heen? Niet. Kai, als je gaat rennen, gaat hij ook rennen. Kai, het komt echt wel goed. Hij gaat even chillen. Moet ik hem pakken? Wil je even drinken? Kom, pak hem dan. Kom, Dave. Hij wil niet. Heb je last? Heb je een gooikoorts? Zit dat in? Oh, dan moet je heel veel knipperen. Heel veel knipperen. Heel veel knipperen. We wil lekker eten, hè? Ik wil chips. Ja, lekker eten. Dinner voor jou vandaag. Oké? Yes. Ga op. We gaan het gewoon heel gezellig houden vandaag. Mevrouw, waar wilt u uw placement neer? Daar, die stoel in het midden. Hier zo? Ja, hier graag. Wil jij nog voor mij een colaatje pakken? Oké. Mag ik er dan zelf op, hè? Nee. What's for you, my dear? Nee! Oh, wat een mooi pakket. Lekker man. Heb je wel echt zin in? Je kan vragen hoe was jullie dag? Ja, dat ga ik zeker doen. Hoe was jullie dag vandaag? Leuk. De meisje is echt aardig. Dus hij zegt, als je zo'n term een lieveling bent. Dat ja. Ja. Kijk, dit vind jij lekker. Dit is avocado. Ja, dat heb ik al gegeten. En dit zalm, gewoon los. Echt? Ja, kijk hier. Oh, dit is koude zalm. Zo, je eet altijd koude zalm. Maar warme zalm is echt vet. Is echt vies. Nou, ik vind dat heel lekker. Ik ook. Okay. Alleen omdat ik niet van zalm hou. Als we in zalm dilemma hebben. Jij bent geen zalm fan. Papa? Nou, papa van de zalm. Ik mis papa. Ik ook. Over 2 dagen zijn we weer terug. En wat missen jullie dan? Dat papa voor school blijft, dat is altijd leuk. Wat doet hij dan zo leuk? Hij gaat altijd, en dan zijn we niet op tijd met ons gordel, gaat hij helemaal zo. Ken jij iemand echt in het echte leven die op jou is geabonneerd? Ja, papa. Wauw! Flauw antwoord zeg. Kijk naar jij sushi met avocado. Ik hou niet van avocado. Waar hou jij wel van, schatje? Ik hou geen sushi. Ik hou van die sushi met alleen maar rijst. Oh, misschien vind je dan deze lekker met een garnaaltje en rijst. Heb je alleen maar gedaan dat je geen cola kreeg, hè? Ik heb deze voor jou, zo met garnaal. Vind je eigenlijk niet zo lekker? Kijk, je vindt altijd dingen eigenlijk niet zo lekker, hè? Wat vind jij dan wel lekker? Spaghetti, bananen met een beetje groente, beetje zoals avondeten. Ik vergeet het belangrijkste. Macaroni! Ja, macaroni. Lasagne. Ik hou echt van alles. Toch? Nee, ja, ik hou van heel veel dingen. Nee, die stomme vlieg! Mama, soms heb ik het zeg, maar ik vind die paprika's echt niet lekker. Oh, nou ja, je hebt het nu vast geprobeerd. Ik vind paprika's ook bitter. Ik heb Lucas gevonden dat het de peper was. Terwijl het gewoon een snoeppaprika was. Ja, het was gewoon paprika. Het smaakt niet echt van snoep. Oh! Je wordt gedist door een 7-jarige. Als jij eens wist wat Disney nou echt was, dan misschien. Maar dit is echt geen Disney. Disney is niet zo juist. Heeft de meester echt gezegd, je weet dat je mijn lieveling bent, toch? Zoiets? Zijn jullie? Wist je dat je mijn lieveling bent? Dat zei hij, toch? Nee, die gaat gewoon zitten, joh. Oh, gewoon zitten, joh. Kijk, dit ijs is lekker. Ijs lekker. Tandvoel lekker. Hou het nou op mijn tanden zeggen. Nee, super lekker. Ik heb meer ijs dan jij. Kan je niet vergelijken, wel echt niet. Weet je, vandaag was het helemaal tot hier, hè? Dus ik ga niet dingen zeggen.
Dommie. Hey mensen, ik ben geen dommie. Yo, ik zit even in de stad. Ik had Kai een nieuwe koptelefoon beloofd. Die was kapot. Toen liep ik langs Zara. En toen dacht ik, well, let's have a look. En toen zag ik dus een spijkerbroek. En ik koop eigenlijk nooit spijkerbroeken bij de Zara. Ze zitten nooit goed, weet je. De teleurstelling in de paskamer. En ik had zo geen zin om daar te passen. Dus ik dacht, nou, dan neem ik mee en dan als het niet goed spring ik terug. En ik ben dus aangenaam verrast door deze jongen. Kijk, dit is hem. Ik heb hem 2 maten groter genomen. Omdat, ja, heupen, hè? Nou ja, 1 maat. Het is een 40. Ik heb hem al 38. Ja, hier is hij dan altijd een beetje te groot. Maar dat kan je oplossen met een riempje. Zodat hij, of ik laat hem innemen, zodat hij dan lekker strak zit. En hij heeft dus hele leuke pijpjes. Een beetje te lang zoals je ziet. Maar ja, ik ben gewoon super klein. En ja, ik vind hem echt super nice. Lekkere jeans, man. Zo zie je van achter. Ja, moet hij even een beetje zo zitten. Zo. Zo. Ja, dus dit. Heel blij mee. Ik denk dat ik hem zelf gewoon een beetje ga knippen. Want kijk hoe die werkt. Hij is dus hier open. Een beetje knippen toch. Dan is hij denk ik ook super leuk. Met een hakje. Jongens, Zara. Hij is ook volgens mij redelijk goed te doen qua prijs. 30 euro's. Deze. Dan hebben we hier een soort legging ding. Maar wel met een mini wijd pijpje. En die neem ik juist altijd weer maat te klein. Dus dit is small, zodat hij de boel lift, hè. Ik maak je te klein, zodat het een beetje zo gaat, toch? Deze leren legging met ritsluiting wel. What the fuck is dat? Wat doe jij, Dave? Doe jij dat? Visser Post. Dave, niet zo raar doen, hè, gekkie? Je maakt me bang. Deze heb ik ook een maatje te klein genomen. Of 1 maat kleiner dan mijn normale maat. En hij heeft een beetje hoog water, wat wel heel leuk is. Dus die kan eraf. Kan eraf. Is het stay. Leather look. Dit was wel even adem in, dit. Dus je weet, als je te veel tapas hebt gegeten of zo en je gaat zitten, dan bzzzt, gaat die gewoon open. Het zaten heel veel varianten, maar ik heb dus eentje genomen met die naad hier. Want als ze hem hier hebben, nou, dan gaat het niet goed. Dan ben ik echt een rollade gewoon. Dat is bad news. Dus als je ook zoveel junk in je trunk hebt zoals ik, let dan altijd even op hoe die naden lopen. Tip van Jamie. Verder nog, dit truitje. Een beetje ver open nu, jongens. Zoiets. Ja, de kleur sprak me heel erg aan. En de shape en de 70s vibe. En deze heb ik in een medium genomen. Dat vind ik altijd een hele, hele fijne kleurencombinatie. Dave, niet op de nieuwe kleertjes. Nee. Altijd doet hij dat, hoor. Dan denkt hij, hey, fresh, lekker. Ga ik even lekker kroelen. Nee, met je haren, Dave. Arme jongen. Ja, word je gewoon te kak gezet in de vlog. Nou, dit is dus een beetje Dave's kleurtje, zie je dat? Mooie kleur draag je, Dave. Mooi pakje. Lekker ding. Lekker spinnen, hè? Oh ja, ik heb ook nog oorbellen. Zal ik even pakken? Het zijn echte Jamie oorbellen, hoor. Check. Deze. Hoe leuk, zal ik ze even in doen? Zoema. Nou, die zijn mooi. Shit. Wauw. Goeie, Sarah. Goeie. Nou, dit zijn echte Jamie's. Kijk, ze zijn een beetje mat. I like where this is going. Ja, ook met hoge staartjes. Ook leuk. Kijk hier, hoge staartje. Mooi oorbelletje. Dan heb ik nog 1 topje. Komt eraan. Hij is iets korter dan ik dacht. Maar ik ben dus gek op dit soort truitjes. Lange mouwen, ronde hals, zwart en een beetje cropped. Maar hij is dus erg cropped. Kijk hier. Maar wel leuk. En hij is super see-through. Dus ik heb er geen BH aan. Beter trek je er wel 1 aan, Jane. Dat was hem. Een lekker ding toch. Lekker dikketje. Lieverd. Oh, sorry Dave. Sorry. Te dicht in zijn aura. Ik snap het, Dave. Is cool. Wat hoor ik al?
Zo. Update. Tijd voor een update. Vandaag komt Ellen terug. Helemaal zin in. Ik heb er ook een column over geschreven hoor. Voor de NC. Komt denk ik volgende week woensdag online. Kut vliegen. Het is echt een hoordeur hebben. Dat is weer een miljoen waarschijnlijk. Alles kost geld. Echt kut. Afgedaald, sorry. Een column geschreven over een soort van ode aan de alleenstaande moeder. Niet echt een serieuze ode, maar gewoon overdreven leuk humoristisch verhaal. Als het humor is. Ja, die heb ik gisteravond geschreven toen de kinderen sliepen. Mijn poging was overdag, maar dat deelde ik. Mama, mag ik wat drinken? Mama, mag ik wat eten? Mama, kom je bij me zitten? Mama, 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 mama. Ja, en Black Panther is sterker dan Iron Man, toch? Ik denk, I don't give a shit. Ik weet het niet. I don't give a shit. Ik weet het niet. Maar dan ga je altijd natuurlijk super leuk reageren. Ja, ik denk het wel, Kai. Schatje, lieverd. Maar ik ben daar gewoon niet mee bezig met Black Panther en Iron Man. Het is gemeen hè, dat ik dat zo zeg. Maar ik ben gewoon eerlijk van, I really don't give a shit. Ja, ik heb dit en dit gehaald in Fortnite. I don't care. Maar dan reageer ik leuk hoor. Ik doe nu met jou, ben ik heel eerlijk. Maar ik vind het toch stom, al die Fortnite takkies en superhelden takkies. Maar ik vind het cute dat ze iets hebben, een passie. Waarschijnlijk was ik vroeger ook irritant met mijn moeder over Barbies en zo. Kijk, nou je haar gevlochten. Waarschijnlijk was ik ook zo. Sorry mam, ik weet nu pas dat het je misschien niet boeide. Wauw, conversatie in mijn eentje gewoon. Vanmiddag komt mijn schoonmoeder even langs. Dat is ook leuk. Gaan we lekker wijnen. Wijnen in de tuin. Wijnen. Ja, is mooi weer toch? Moet je pakken. Wijnmomentjes. Zij is niet bang voor insecten. Misschien kan ze wat spinnetjes voor me even liquideren. Nee, niet liquideren, maar gewoon uit mijn zicht, uit mijn aura. Het is eng. Ik vind het gewoon echt heel eng, spinnen. Ik hou er niet van. Die beweging toch. Dat maakt hem zo lastig, die beweging. Ik hou niet van krabben als ze zo op het strand. Verder heb ik mijn huishouden best wel op orde, behalve de was. Het is veel hoor, dit. En dit. En dit. Ook vol. Maar gelukkig, heb ik deze twee Samsung-helden die me er doorheen slepen. Dus kom op jongens, we gaan er weer voor. We pakken er een wasmand bij en we gaan het hele routine dingetje opnieuw van start laten gaan, toch? Kleurwas betekent veel hangen, veel ophangen, weinig in de droger. Het ruikt zo lekker, hè? Droogtje. Die wel. Die niet. Die wel. Nog ook. Ook. Deze niet. Mijn hemdje. Ja. Top. Dit allemaal. Tadaa. Filtertje schoonmaken. Ja, daar komt dan toch altijd wel weer veel uit, hè? Die ook even legen. Dicht. Cartoon 3 en go! Yay! Single life is heftig, man. Met kids. Het is gewoon een bedrijf wat je runt. Gisteren had ik eigenlijk moeten filmen hoe we hier alle drie bang waren voor zo'n vlieg. Ja, hij kwam ons echt attacken en toen heb ik hem gepakt hoor. Maar niet meteen. Eerst dacht ik nog poesie van we jagen hem weg. En toen had de kinderen naar bed, iedereen sliep, ik kom naar beneden en hij zit op deze plant. Zo een beetje naar me te kijken van, ha, ik ben er nog steeds, bitch. Toen dacht ik, wie noem jij bitch? Vliegenmeppertje gepakt. Ik heb heel lang gekeken waar hij nou precies zat. Ik heb een berekening gemaakt. En toen dat ding aangezet, dat is zo'n elektrisch, weet je wel, zo en pat, pat, pat. Toen is hij dood. Maar wat ook dood was, was mijn plant. De plant was een beetje zo van, hey, en nu hangt hij zo. Dit is hem, kijk. Hier was hij, die koude vlieg. Hè? Hij was hier aan het chillen, maar dit is echt zielig. Hij was zo, kijk, zie, hij is ook gescheurd door mijn klap. Kijk, zo was hij en nu is hij. Ja, the struggles of being alone with two kids. En best wel pussy voor insecten en spinnen. Want spinnen zijn officieel geen insect volgens mij. Volgens mij behoren ze tot zoogdieren, officieel. Maar voor mij is het gewoon een insect
fucking ongedierte, man. Ze zullen het allemaal niet zo bedoelen, maar ze maken me echt tering bang. Tot later. Ik heb vandaag bami gemaakt. Wel geïmproviseerd, want ik had niet alles in huis. En met speldnoedels. Zoals ik al zei, ik had niet alles in huis. En speldnoedels zijn best wel nice, toch? Dus dit is mijn bamietje. Het smaakt, Jamie. Ja, thanks. Lenny mag vandaag cola en met de laptop eten. En je mag laten opblijven, omdat papa vandaag weer terugkomt. Aha. Leuk, hè? Leuke dag. Au. Aha. Aha. Baby, jij nog vlam? Aha. Is dat Kyle? Het klinkt als een babytje. Een klein kindje. Ik ga verder. Is geen Kyle. Zie je deze lach? Deze van... Mijn baby is er! Ben er weer. Zo blij. Gisteren wilde ik heel zoet die verzoening filmen, maar ik dacht dat is echt te corny. Maar het was heel zoet. Het was heel leuk. Ja, dat is echt leuk. Dus je hebt niet eens een mooi shotje gedraaid toen jullie bij het raam stonden. Nee, nee. Sommige momenten moet je gewoon voor ons. Ja, maar het is wel gewoon... Hard? Ben je contentmaker of niet? Ga maar weer weg. We zitten bij Kuro, Le Baron. Stilstanding. Kip saté. Ook stilstanding. En ik was in een broodje kroket bij. We zijn even in intratuin beland. Want we zijn op zoek naar... potten. Hou op, Alain. Wauw. Alain. Heerlijk. Want we hebben dus veel planten, maar nog niet alle planten hebben een pot. Deze vind ik alleen. Oké. Deze vinden we mooi. Ish. Mish. Het kost zoiets iets dan weer. Ja, dit is 45 euro. Oké. Okay. Wat kost de grote dan? 145 euro. 80 euro. Leuk kleurtje dit. En daar is een beetje beton. Vibes. Ik hou niet van de shape, maar wel van het materiaal. Kijk, geen mooie shape, maar wel een lekker materiaaltje. Ja, er zat op gekke pootjes. Zat dit vast? Oh, wat erg. Dat doe je toch niet? Lelijk, man. Kijk, ik moet even nadenken. Wat heb ik? Ik heb die bananenplant die jij kapot hebt gemaakt. Pats! 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 Die heeft een pot nodig. De boom. Niks gekocht. Dat is echt een deceptie. Wel mooie planten. En we gaan nu naar Ranzijn in Almere Buiten. En als het daar ook gewoon lelijk is, daar hebben ze in ieder geval konijntjes. Konijntje aaien. Mag nooit, maar ik ga stiekem. Nee, je mag ze niet aaien. Dat kan je echt niet doen. Waarom niet? Omdat het super stressvol is voor die beestjes. Ik doe een hele dag mensen daar wel hangen boven ik die bakken. Ik wil gewoon konijntje aaien. Konijntje aaien. Konijntje aaien. Ik vind het heel leuk, konijntjes aaien. Zullen we ons een konijntje meenemen? Mag alleen in de tuin. Ja. Dan gaat George ze de hele dag stress geven. Kan dat echt, ook in de winter? Ja, als je nu buiten zit, dan krijg je toch een winter van. Nee, nee, echt niet. Je zei net, mag wel in de tuin. Nee, want dan heb je zo'n hok in de tuin. Nee, dat wil ik niet. Super leuk in die hoek waar hij altijd mensen loert. Of daar geen konijnenhoek. In je ateliertje. Ben je gek? Maar denk even aan dat konijntje wat ik je laat doorsturen. Weet je, ik heb niks met konijnen. Maar dat konijntje was echt leuk aan het viben, toch? Is een hok, weet je ook? Ja, ja, maar konijnen doen mij niks. Daar ben ik gewoon niet gevoelig voor. Vind je het niet cute? Wil je ze eten? Nee, dat niet. Oh. Het is niet eens lekker konijnenvlees. Een keer als ik alleen ben. Yay! We vinden eindelijk iets mooi. Snop. Nee, deze vinden we echt super leuk. Niet die, maar de rest. Deze zijn ook niet verkeerd. Sommige. Dit kleurtje. De shapes zijn alleen een beetje medium van deze. Ik wil eigenlijk die in die kleur. Nee, dan moet ik het wel even gaan maken. Geknipt. Shit, een beetje te veel geknipt. Alle kut.